Hoi iedereen, ik heb vandaag een filmpje voor jullie waarin ik laat zien wat ik de afgelopen maanden heb opgemaakt. Het is echt van make-up producten en douche producten. De make-up producten zijn echt van ja, een paar maanden geleden ook al, zitten er spullen bij. Want het zou niet best wezen dat ik dit allemaal in één maand opmaak. En de douche producten zijn echt wel van heel recent. En ja, het leek mij leuk om jullie te laten zien wat ik dus opmaak. Heb je ook gelijk een kijkje in de spullen die ik gebruik. Dit is een intiem wastablet. Ja, eigenlijk heel erg fijn om eventjes de intieme delen van de vrouw mee te reinigen. En deze is opgegaan. Die is van het Kruidvatmerk. Is een wastablet. Dan heb ik een scrubcreme opgemaakt. Van Essence. Een 4-in-1. Ja, was ook vooral een anti-spot product, maar ja, je kunt hem niet meer kopen. Hij is helaas niet meer beschikbaar. Ik ben inmiddels overgegaan op een ander merk en ja, deze was dus op, heb ik echt heel lang gehad. En ik vond hem wel heel fijn, er zaten niet echt hele grove korrels in, maar ja, ook natuurlijk aan zo eentje komt een keer een einde en dat was afgelopen week het geval. Dus de Essence Anti-Spot Cream Wash. Dan heb ik opgemaakt dagcreme van de HEMA. Heb ik echt altijd deze dagcreme. Werkt voor mijn huid prima. Zorgt gewoon goed en ja, hydrateert ook wel heel erg fijn. Dit is een hele budget dagcreme. Misschien ken je hem wel. Het is een dagcreme van 2 euro. Maar ja, ik vind hem eigenlijk heel fijn. Ik koop hem ook echt altijd. Dan een beauty cream bar van Dove. Dit is gewoon een heerlijk zeeptablet. Vooral om ook eventjes ja, oksels en zo te wassen. Werkt voor mij echt prima om ja, naar de luchtjes weg te krijgen. Echt ja, heel fijn product. En deze koop ik ook echt zeker vaker. Ja, hij is nu op. Je koopt ze per 2 in een verpakking. En ja, ik ben er eigenlijk heel tevreden over. Dan heb ik opgemaakt mijn favoriete deodorant. Mijn Dove Beauty Finish. Als jullie kunnen zien heb ik echt een Dove tik. Want ik vind het gewoon een super fijn merk. Ja, prikt niet. En ja, gewoon heerlijk zacht. Hier zit geen alcohol in. Dus ook heerlijk om te gebruiken naar het scheren. Dan kun je gewoon lekker deodorant opdoen zonder dat je een prikgevoel hebt of een branderig gevoel. Deze deodorant vind ik heel erg lekker ruiken van Dove The Beauty Finish. En deze koop ik altijd. En ja, voor deze week was hij dus op. Maar ik heb inmiddels alweer een nieuwe. Dan was mijn shampoo op. Mijn Dove Hair Repair. Het is een intense repairende shampoo. Werkt voor mijn haar echt super goed. Ik heb nogal lastig haar. Het zit, ja, het is echt heel kan. Het gaat heel erg opkrullen als het nat wordt. En ja, het is ook heel dik. Maar ik heb echt heel veel shampoos geprobeerd. En deze is echt gewoon het beste voor mijn haar. Dus sindsdien koop ik deze ook. En ja, hij is echt super lekker. En ja, hij was op. En dan hoort er ook nog bij de Intense Repair conditioner van Dove. Hetzelfde als bij mijn shampoo. En ja, ook deze is op. Deze gaat echt een stuk sneller op ook dan mijn shampoo. Maar ja, dat is denk ik ook omdat je hier wat meer van gebruikt. Ja, ook een hele fijne conditioner. En kook ik altijd. Dat waren dus mijn doucheproducten. En dan ga ik jullie mijn make-up producten laten zien. Maar nogmaals, die zijn dus echt al van wat langer geleden ook. Die erbij zitten. Niet allemaal van 1 maand. Als eerste de compact powder van Essence in de kleur Natural Beige. Deze heb ik eigenlijk echt altijd, want deze is gewoon, ja, past goed bij mijn huid. En ja, dus zoals je kunt zien is ook echt helemaal leeg. Super fijne product vind ik het. Dan een Essence Gel Look. Een topcoat.
zit er echt nog een heel klein beetje in, maar dat krijg je er gewoon echt niet uit. En meestal zet ik de potjes op elkaar, zodat ik de een naar de ander weer bij kan vullen. Maar vaak het onderste laagje wil er gewoon echt niet uit. Dit is een hele fijne topcoat, vind ik zelf. Ik koop hem echt altijd. En ja, hij gaat wel heel snel op. Maar ja, als je veel topcoat gebruikt, gaat het ook snel op natuurlijk. Een tip whitener van, dit is van Miss Sporty. Een hele fijne witte nagellak voor French manicure vind ik zelf. En ja, hij is, er zit een heel makkelijk kwastje, zodat je echt netjes lijntjes kan zetten en zo. Hij is ook echt super mooi wit. Sommige topcoats die vallen soms toch nog tegen dat ze niet zo wit uitslaan. En dat is bij deze echt super dat hij zo wit uitslaat. Ik ben gewoon helemaal weg van deze whitener. En die heb ik dan ook nog een keer gekocht omdat ik hem zo fijn vond. Een Silky Touch Blush van Essence in de kleur Adorable. Ook bij deze kun je heel duidelijk zien hoe erg op die ook is gegaan. Op een gegeven moment vind ik wel het nadeel van deze, als die bijvoorbeeld een keer valt. Wat natuurlijk een keer kan gebeuren, dat die ook breekt. En dan heb je echt allemaal kleine stukjes. Maar voor de rest is het een hele fijne blush. Een soft mousse in mat beige. Ja, ook wel een soft mousse die ik eigenlijk wel heel vaak gebruik. Maar tegenwoordig vind ik ook wel heel erg fijn om gewoon echt wat meer vloeibare make-up te gebruiken. Deze is toch nog vrij dik normaal. Dus jullie kunnen zien ook deze. Bij deze is het geval echt helemaal langs de randjes. Zover het kon echt opgemaakt. Hele fijne potjes vind ik het zelf. Maar nogmaals, ja, het varieert een beetje. En daar heb ik er dan ook nog eentje van. Zelfde verhaal bij deze. Een oogpotlood van Cartrige. Deze kon je zo draaien. Was ook niet meer in de collectie, dus ik heb hem maar eenmalig gehad. Vind ik echt een hele fijne, echt een super fijn potlood was het ook. En ik vind het veel fijner als een potlood die je moet slijpen. En dan laat ik jullie gelijk even het alternatief zien, want dat is deze longlasting van Essence geworden. Die ik dan nu altijd gebruik, omdat die van Catrice niet meer te vinden was. Ook bij deze hetzelfde verhaal aan het draaien. Deze blijft gewoon lekker lang zitten. En dat vind ik echt super. En zelfs daar heb ik er meerdere van. Dan deze Essence Natural Stay Concealer. Een hele fijne concealer die ook echt tot het puntje op is gegaan. En een concealer die ik echt altijd weer koop. Dit is de kleur 1. Dat is mijn Natural Beige of zo ook. Nee, soft beige. Ik heb echt altijd beige kleuren van make-up. Valt me op. Ja, zoals ik al zei, echt een hele fijne concealer. Een betaalbaar en dekt voor mijn huid prima. Dus ja, dan hoef ik ook geen duurder als deze goed werkt voor mij. Die. All Eyes on Me mascara. Is een hele fijne mascara. Tegenwoordig is die niet meer te koop, geloof ik. Volgens mij is die uit de collectie gegaan. En vond ik echt een hele fijne mascara. Ik ben nu overgegaan op een andere van Essence. Essence is toch echt wel mijn merk. En ja, toch ook lekker betaalbaar. Maar deze mascara vond ik ook super fijn van Essence. Oh, daar heb ik zelfs echt nog een hele oude Catrice mousse. Deze is nog zo handig met zo'n dopje erop, zeg maar. Die zit er echt ook al heel lang in. En was ook Natural Beige. Deze. Vond ik echt een hele fijne concealer. Of concealer, hele fijne mousse. Maar hij is helaas niet meer te koop. Misschien in een ander jasje, maar deze niet meer. Ik vond het echt een super fijn product. Heb ik een
Powder Blush, volgens mij was dat een hele aparte collectie of zo van Essence. Een limited edition volgens mij. Dit was Snow Queen. Je kunt ietsje aan de randjes zelfs nog zien wat erin heb gezeten. Ja, vond ik ook een hele fijne rouge. Maar ik had eerst niet door dat het dus een limited edition was. En toen ik hem eigenlijk weer wilde kopen, toen was hij natuurlijk er niet meer. Omdat het gewoon ja, eenmalig is. Dus toen ben ik overgegaan op de Silk Touch Blush. Maar deze vond ik echt super fijn. En dan een compact powder van Catrice. 130 warm beige was dit. Vond ik ook heel fijn. Deze vind ik net, ja, vond ik wel weer wat mooier ook in de verpakking, zeg maar. Maar ja, ik vind dat van Essence ook wel fijn. En ja, dit was gewoon een hele fijne compact powder wel. Die ik op heb gemaakt. Dit zijn echt al wel producten van echt een hele tijd terug hoor. Er zitten echt wel een paar recente producten in. Maar dit is vooral allemaal ook best wel van een paar maanden terug. Dus misschien zelfs wel een jaar of zo. Dit komt vooral omdat ik het dan in een prullenbakje doe. En dan ja, moet ik eigenlijk dat ding eens in de tijd leeg. En ja, dan komt het er weer niet van. En dan zie je, heb je weer een heleboel om weg te gooien. Nou, dit was dus eigenlijk mijn make-up collectie die is opgegaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zou het leuk vinden om te weten wat bij jullie is opgegaan. Dus heb je zelf ook een filmpje, doe dan eventjes de link bij de comments. En ja, abonneer even als je dit een leuk kanaal vindt. Voor nu wil ik jullie dan heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot het volgende filmpje. Doeg!